Hoe kijk jij terug op je debuut? Zwaar debuut. Natuurlijk altijd zwaar om in te vallen. Ik heb er natuurlijk van genoten. En ja, ik ben er erg blij mee. En ik hoop gewoon op meer speelminuten. Wat maakte het zwaar? Ja, natuurlijk. Het was een zware wedstrijd. Het ging heen en weer. De balsnelheid lag hoog. En om in te vallen is altijd moeilijk. Dus ja. Ja, want welke opdracht kreeg je mee? Ik kreeg niet echt een opdracht mee. Het was gewoon hetzelfde wat de eerste spits had gehad in de eerste helft. En dat wou ik gewoon zo goed mogelijk opvullen. Ja, want Romare Postema die raakte kort voor rust geblesseerd. Had je toen al het idee van, mijn debuut komt eraan? Ja. Was dat in de pauze? Ja, zeker, zeker. Ik moest warm lopen, ik moest goed warm worden. En ik voelde al dat het eraan zat te komen en ik was er gewoon klaar voor. Je kreeg nog een goede kans, hè, tweede helft? Ja, klopt. Ik kreeg een goede, niet een goede kans. Het was een moeilijke kans wel. Maar, het was een kans? Ja, het was een kans, maar ja. Het is natuurlijk ook even wennen aan je ploeggenoten. Hoe ging het de eerste week, ook met de trainingen? Ja, ik had het zeker naar mijn zin. Het verliep allemaal soepel. De jongens hebben me goed opgevangen. Zo, ja.